Roderick Gielissen, wel een wedstrijd zeg. Ja, ik denk voor de toeschouwers super om te zien. Ik denk hoog tempo, veel goals, veel fouten. Maar ik denk ook mooie goals. Dus er zat alles in voor de toeschouwer. Ja, wat jij zegt, veel fouten. Ik verbaasde me de eerste helft wel af en toe over de verdediging bij Rijnsburg. Ik heb zelfs op de radio gezegd van, ik heb Rijnsburg eigenlijk nog nooit zo slecht zien verdedigen. Nou ja, je ziet het. Ik denk dat je de eerste helft eigenlijk hem probeert vast te zetten. Alleen de ruimtes waren veel te groot. Nou ja, dan speel je eigenlijk nagenoeg met een blok voor 4 en daarvoor 6. Ja, en daarvoor een enorme ruimte waarin eigenlijk de aanvallers hun gang konden gaan. En eigenlijk konden wij niet doordekken. Nou ja, goed, dan zie je ook dat dit soort goals erin gaan. En ook een aantal keer uitglijden, dat is ook zonde. Ja, dat was vooral bij de 1-0. Hè. Voor mij gleed daar 2 man uit. Ja, klopt. Ja, volgens mij gleed Jordi daaruit. En voor mij later Bert ook nog. Ja, het veld was zwaar en drassig. Dus ja, dat was zonde. Hoe kan het dat Rijnsburgse boys dan in die eerste helft zo slecht verdedigen? Want in de tweede helft stond het wel beter. Ja, ik denk dat je, net als Rijnsburg eigenlijk van de afgelopen 4 jaar al, het is inherent als we met een team, als team gaan verdedigen, dat is prima. Maar zodra je met z'n allen naar voren rent en de verdediging, die ziet dan 6 man op zich afkomen, dan wordt het lastig. Dat hebben we die wedstrijd hiervoor ook gezien. En ik denk dat je die fases na rust eigenlijk nagenoeg niet meer hebt gehad. Met goed doordekken en gewoon de man oppakken die je ook hoort op te pakken. Ja, dan zie je dat je gewoon eigenlijk bijna niks weggeeft. Het is toch raar dat dat dan pas in de tweede helft gebeurt? Ja, als je een verklaring ervoor hebt, dan moet je mij even aankloppen. Maar vooralsnog is dat wel het verhaal van de afgelopen jaren bij Rijnsburg. En hebben we een soort wake-up call nodig. Daarna pakken we het op. Je hebt met de keeper van Rijnsburg, Bradley van der Meer, een weddenschapje gedaan. Als jullie dit seizoen minder dan 46 tegengoals tegenkrijgen, dan ga of jij iets op iets acteren of Bradley van der Meer. Maar dan moet toch wel iets anders. Ja, tuurlijk. Kijk, als je elke wedstrijd de 3 tegen krijgt, dan krijg je een seizoen zoals vorig jaar. Ja, dan moet je er gewoon heel veel scoren. Maar goed, aan de andere kant, je ziet het in deze competitie, het komt wel vaker voor. Het is niet zozeer dat het nieuw is dat er veel goals worden gescoord in de competitie of in de wedstrijden. Het hoort denk ik bij de tweede divisie en ook bij de derde divisie dat er gewoon veel gescoord wordt. Maakt het ook mooi om te zien.